De Aqsa-moskee aan de Willem de Zwijgerlaan hield afgelopen weekend een open dag. Deze open dag is, we doen dit in principe ieder jaar, één keer in het jaar. En wat we willen is eigenlijk dat we hier in deze wijk, dat we bij elkaar komen, dat we elkaar ontmoeten en dat we van elkaar leren. Onbekend maar onbemind. En we zien gewoon dat de mensen op deze manier in gesprek raken en ze durven meer stappen te zetten en van elkaar leren. En dat is een hele goede cultuur om het voor te zetten. Tijdens de open dag waren er verschillende activiteiten in en rondom de moskee. Ja, wij hebben ook presentaties in de moskee zelf. Daar hebben we een televisie hangen. Wat we doen, wat voor stichting we zijn. En met name ook voor geïnteresseerden dat de mensen kunnen rondleiding krijgen in de moskee zelf. En uitleg krijgen. En dat gaat per bepaalde tijden, per groepen gaat dat zo voort. En de vaste bezoekers van de moskee bevalt zo'n open dag wel. Elk jaar even kijken? Ja, elk jaar ben ik komen kijken. En een beetje eten? Ja, eten, drinken, gezellig wel omgaan met de mensen door elkaar, goed. Een beetje bijkletsen? Ja, een beetje bijkletsen, ja. En waar gaan die gesprekken dan over? Met alles, met de situatie en hoe gaat het en mensen omgaan dan. Toch zijn er nog veel vooroordelen rondom de moskee, maar de voorzitter wil die juist wegnemen en meer Nederlanders trekken. De grootste vooroordeel is eigenlijk de onbekendheid. We kennen elkaar niet. We kennen elkaars cultuur niet, we kennen elkaars religie niet, we kennen elkaars, we begrijpen elkaar niet in sommige opzichten. Dus het is heel goed om te kijken van, hey, we zijn hier in Nederland, we zijn hier in Dordrecht, waarom kunnen wij niet in een gesprek gaan? En ik heb net iemand gesproken die zei van, we zijn allemaal toch hetzelfde. Straks na het nieuws een uitgebreid verslag in Dit Weekend in Dordt.